Hallo, dag iedereen. Het is een tijdje geleden dat ik een keer een interview gedaan heb. En vandaag zit ik hier samen met Katrien van de Water. En je ziet dat misschien op de achtergrond, want we willen speciaal de achtergrond. We zitten hier in Antwerpen, bij Katrien thuis. En ik ga misschien eerst zeggen, ik heb Katrien leren kennen 6 jaar geleden, denk ik, op een Pay It Forward event van Philip Roekens. En daar hebben we elkaar leren kennen. En ondertussen horen wij, zien wij elkaar af en toe. En ik ga je misschien even kort laten voorstellen, Katrien. Wie zei jij? Wat doe jij? En we zullen daar dan dieper op ingaan. Ja, dat is meteen een moeilijke vraag, Michael. Als ze zo aan mij vragen van wie ben jij, vind ik dat de moeilijkste vraag die ze kunnen stellen, omdat dat zo'n brede vraag is. Oh, het is een brede vraag, maar we beginnen altijd breed en dan gaan we af. Wel inzoomen, hè. Ik ben dus Katrien van de Water. Een aantal van jullie zullen mij misschien kennen als zaakvoegster van Passion for Work. Ik heb dat bedrijf 12 jaar geleden opgericht vanuit mijn eigen zoektocht na zelf een bore-out en een burn-out gehad hebben voor mijn 30ste. Ik liep echt vast in loondienst en ik had zoiets van, goh, ik wil heel graag werken, maar ik wil energie krijgen van mijn werk. En dat was tot dan toe absoluut niet het geval. Ik ben daar toen over gaan nadenken, en niet alleen over gaan nadenken, maar echt op zoek gegaan naar die antwoorden. En ineens, alleen ineens, niet meer een lang proces, heb ik een bepaalde methode ontdekt en dat was voor mij echt het antwoord. Dat was ook het antwoord op de vraag, hoe is dat zover kunnen komen dat ik voor mijn 30 een bore-out en een burn-out had? Mm-hmm. Maar vooral ook, hoe kan ik... Is dat niet te donker? Is dat niet te donker? Ja, het is te donker. Ja. We zullen... kijk, nu is het weer beter. Ja, maar we zullen het goed zijn. Ja, ik denk het wel, maar dat is voor de kijker zo licht en donker.